Trangerij na Didde, dat is het thema voor de Verkeersveiligheidsmaand 2018. Deze maand wordt elk jaar uitgeroepen en loopt van 15 augustus tot 15 september. Het afgelopen jaar is het resultaat niet wat het wezen moest voor wat betreft de verkeersveiligheid, constateert het Korps Politie Suriname. Volgens hoofdinspecteur van politie Lisbeth Shepherd vindt het doorsnee weggebruiker dat de onveiligheid in het verkeer onacceptabel hoog is. Vooral nu in de vakantieperiode is zware voorzichtigheid geboden, zegt de inspecteur. De scholen zijn gesloten. De jongeren gaan erop los. Ze gaan buiten de stad. Er gebeurt van alles. Dus we moeten alert zijn. We moeten onze kinderen toespreken en vragen dubbel alert te zijn. Want u weet allen wat er gebeurt buiten de stad. Niet alleen buiten de stad, maar meestal gaat men naar de rustplekken. Men gaat voor recreatie. En dan kan er van alles gebeuren, want men wordt dan onvoorzichtig. De gevolgen van de onveiligheid in het wegverkeer, vooral bij de personenauto's, zijn aanzienlijk. Zeker als die vergeleken worden met de vrachtwagens, de vrachtauto's dus, en bussen. Waarin de risico's veel lager liggen en waarin jaarlijks minder slachtoffers vallen. Volgens waarnemend korpschef Roberto Prade is veiligheid geen vrijblijvende situatie, maar een grondrecht. Volgens Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, heeft het gros van de verkeersdeelnemers rijles gevolgd. Maar als over veiligheid wordt gesproken, denk ik niet meer aan het verkeer. Maar als je de lijn doortrekt, dan wordt een grondrecht van heel wat burgers, enkele van ons allemaal ook, wordt dan met de voeten vertrapt. Dat door een ieder gerespecteerd, gewaarborgd en beschermd moet worden. Ook het verkeer mag daaraan geen afbreuk doen. Suriname heeft samen met 150 andere landen de Moskou-declaratie om het verkeer wereldwijd veiliger te maken op 20 november 2009 goedgekeurd en ondertekend. Maar als we kijken wat er gebeurt in het verkeer en we merken een stukje mentaliteit, verandering in het verkeer, waarbij men de verkeersregels negeert, waarbij zaken worden vernietigd, zijn de wegmeubilair, dan vraag je af, wat is er mis in ons verkeer? We weten allemaal dat er regels zijn, dat wij ons moeten houden aan de regels. We weten als overheid wat we moeten doen. Henk Wip, hoofdafdeling verkeer van OWTNC en daarvoor waarnemend korpschef Roberto Prade. Zij spraken vanmorgen tijdens een persconferentie in verband met de start van de verkeersveiligheidsmaand.